Goedemiddag. Het college van Stichtse Vecht gaat verder zonder GroenLinks. VVD, CDA en PvdA hebben geen vertrouwen meer in de samenwerking. De verhoudingen zijn al een tijdje gespannen. Zo stapte vorige maand GroenLinks-wethouder Van Dort plotseling op. Maar over de reden van haar vertrek wilde ze niets kwijt. De drie overige partijen willen de gebeurtenissen de komende tijd verwerken en zich beraden op de huidige situatie. Woningcorporaties hebben grote moeite hun huurwoningen op temperatuur te houden. Dat zegt huurdersvereniging De Woonbond. Met deze winterdagen zitten veel huurders onnodig in de kou vanwege slechte isolatie en cv-ketels die niet op orde zijn. Het is hier nu 16,6. En dan staat de thermostaat hier net om de hoek staat op 20. Ik heb verleden week van een bouwbedrijf iemand gehad hier en die zegt de wanden van de balkons lopen door in jouw slaapkamer. Dus die zouden geïsoleerd moeten worden. Daar heb ik zelf al wel wat aan gedaan. Een gordijn aan de ene kant bij de buurvrouw en laminaat aan mijn kant. Maar dat is niet afdoende. En achter de radiator, die muur, dat is een lege spouw ook. En die is zo koud. Ze moeten hem gewoon volpurren of met die korrels. Volgens de Woonbond hebben woningbouwverenigingen tekort aan tijd en geld om de problemen snel te verhelpen. Iedere winter komen er tientallen meldingen binnen over te koude huizen. Museum Van Zuylen verhuist volgend jaar naar de Werkspoorfabriek aan de Schaverijstraat in Utrecht. Het huidige pand aan de Amsterdamse Straatweg is na ruim 10 jaar namelijk te klein geworden. De directeur verheugt zich op de nieuwe plek. Meer dan 60% van de collectie is des werkspoors. En dan is de Werkspoorfabriek natuurlijk een perfecte locatie om met het museum daar naartoe te verhuizen. Dat is, ja, we gaan naar de bron, we gaan naar ons eigen geboorteplekje, zou ik maar zeggen. Dat maakt het nog mooier. Bij de heropening volgend jaar pakt het museum gelijk uit met een grote tentoonstelling over werkspoor. In Soesterberg is binnenkort een auto van Adolf Hitler te bewonderen. Het Nationaal Militair Museum heeft de beschikking gekregen over de Mercedes-Benz die Hitler gebruikte tijdens parades, partijbijeenkomsten en staatsbezoeken. De auto komt van een Britse verzamelaar. Die geeft hem tijdelijk aan het museum in het kader van de expositie over 75 jaar vrijheid. Het is eigendom van een particuliere verzamelaar uit het Verenigd Koninkrijk. En dan moet je onderhandelen. Als je dat wil hebben, moet je naar zo iemand toe en zeggen, zouden we dat alsjeblieft mogen lenen? En wat moeten we daarvoor doen? En dan komt er een heel pak voorwaarden bij. En dan lukt het soms of niet. Nou, in dit geval is het wel gelukt. De tentoonstelling Hij of Ik opent in februari en vertelt het oorlogsverhaal vanuit Canadees en Duits perspectief. Het heerlijk avondje is bijna daar. Alle cadeautjes liggen al klaar. Maar toch zit Sint nog op hete kolen, want hij moet nog langs een aantal scholen. In Tull en 'Twaal is hij al geweest. Op het kleine dorpsschooltje was het een groot feest. En dan nog het weer, zonder rijmelarij. Vanmiddag is het wisselend bewolkt. Soms laat de zon zich even zien en het wordt hooguit een graad of 5. Ook vannacht is het overwegend bewolkt en valt er van tijd tot tijd lichte motregen. Het koelt af tot het vriespunt. Kijk voor meer nieuws op onze app of op de site rtvutrecht.nl. Heerlijk avondje.